Hey mensen van MacTurp Games. Welkom bij een nieuwe update video. Een korte update video. Over wat ik ga doen met de livestreams. Het is namelijk zo. Ik zal bij het begin beginnen. Assassin's Creed 4 Black Flag is natuurlijk al een tijdje uit. En velen van jullie zullen hem natuurlijk al helemaal kapot hebben gespeeld. Maar ik heb heel de Assassin's Creed nooit gespeeld. Heel geen één. Wat ga ik dus doen? Ik ga alles livestreamen. 1, 2, Brotherhood, Revelations en 3 ga ik allemaal livestreamen voordat ik bij Assassin's Creed Black Flag ben, via Black Flag. Want ik heb die hele serie nooit gevolgd en ik vind het een heel mooie serie, lijkt me. Maar als je hem nooit hebt gespeeld, ja, dadelijk komen er stukjes in voor misschien die ik niet snap, waarvan anderen zeggen, die hebben we gehad in Assassin's Creed 3 of die hebben we gehad in Brotherhood. Ik weet dat soort dingen dan nog niet. Dus die wil ik dan als eerste doen. En ik dacht, wat is een betere manier dan? Of het zelf spelen, of het gewoon livestreamen. Dan heb ik en iets om te livestreamen. En ik zie de hele serie. Het is trouwens nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar vast. Alvast misschien zien jullie pas in 2014. Hè? Maar vuurwerk gaat daarom af. In ieder geval. Ik ga dat livestreamen. Het zal via YouTube gaan. Niet via Twitch. Maar via YouTube, wat mij die optie geeft om elke video of elke livestream als een video online te zetten. En dat is de reden waarom ik ervoor kies om het via YouTube te doen. Zodat ook als je de livestream niet hebt gekeken, je alsnog de video kan zien. Het zullen dan wel urenlange video's zijn zonder outro. En ik ga kijken hoe ik het ga doen met de intro. Maar in ieder geval, dat wordt dan gewoon livestreamen. Je kunt erbij zijn. Wil je bij de livestreamer zelf bij zijn? Ik laat het iedere keer via en Facebook en Twitter weten. Dus volg mij op Facebook. Dus volg mij via Facebook en Twitter. Daarop laat ik weten wanneer ik ga livestreamen. Hou het dus in de gaten als je erbij wil zijn. Het begint dus met Assassin's Creed 1. Gewoon eigenlijk Assassin's Creed. Daarna komt 2. Brotherhood, Revelations en Assassin's Creed 3. Ga ik allemaal livestreamen. Speciaal voor jullie. Ik weet niet hoe lang en ik weet ook niet hoe vaak. Ik ga geen livestreams plannen. Het wordt gewoon zomaar ineens dat ik denk van oké, nou heb ik zin om Assassin's Creed te livestreamen. Nou kan het ook. Het zullen dus geen vaste datums zijn van 1 keer per week of 2 keer per week of op die dag en om zo laat. Ik kijk gewoon wanneer ik er zin in heb. Want het moet voor mij eigenlijk zijn voor mij een inhaalslag, maar wel die ik met jullie deel. Dat ik gewoon met jullie samen heel Assassin's Creed nog eens ga doen. Is ook handig voor jullie die het misschien niet hebben gespeeld vroeger. Of nog nooit hebben gespeeld. Of misschien als je denkt van nou, ik ben wel eens weer benieuwd hoe het was. Je kunt gewoon meekijken. Iedereen mag meekijken. Alle leeftijden. I don't give a fuck. Ja. En wat er trouwens voordeel is om bij de livestream zelf te zijn. Dan mag je chatten. Dan zit je in een chat naast de livestream. En dan kun je vragen stellen of zo. En ik lees dat. En ik antwoord meteen. Ja, meteen. Met een delay van een paar seconden. Ik moet nog wel even uitzoeken hoe ik dat ga doen. Maar dat komt allemaal van elkaar. Want ik ben het wel van plan. Assassin's Creed. Heel 1 tot en met 3. Er komt ook nog een andere uit. Die is al uit. Voor, ik geloof, PS Vita. Maar voor de PlayStation 3, PlayStation 3, Xbox 360 en PC, niet de nieuwe consoles. Daar zal Assassin's Creed 3 Liberation komt uit, even kijken, in HD noemen ze dat dan. De niet HD versie op de PS Vita is er dus al. Die bestaat al. Die is in 2012 uitgekomen, oktober 2012. Eind oktober. En voor PlayStation, Xbox 360 en PC komt die aanstaande januari 2014 dus. Komt die uit. Voor PC is dat 15 januari. Voor PlayStation, overal. Dus 15 januari komt die ook. Die zal ik eerder gaan doen dan de Black Flag. Vanwege dat dan eigenlijk dat ervoor afspeelt. Maar ze hadden nog geen HD-versie, dus daarom was hij alleen voor PS Vita uitgekomen. Ja, zo, heb ik weer genoeg bij elkaar geluld. Even snel gekort. Assassin's Creed 2,
Assassin's Creed Brotherhood, Revelations. Is het Revelations? Ja, Revelations. Assassin's Creed 3, dan 3 Liberation. En daarna pas Assassin's Creed 4 Black Flag. Duurt nog een hele tijd. Maar ja, dan heb ik tenminste mijn inhaalslag gemaakt. Dan kunnen jullie misschien eens terugkijken hoe het ooit was. Ik ben ook voor het kijken in ieder geval naar deze aflevering. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer, laat een leuke reactie. En dan zie ik jullie volgend jaar weer. Ja. Tot volgend jaar. Hou je 10 vingers, hè. Kijk, ik heb ze nog alle 10. Ik hoor van jullie ook alle 10 de vingers. Want dat typt wel makkelijker in de reacties, hè. En dan klik je wel makkelijker op de duimpjes omhoog, hè. Want als je zo ja, je wijsvinger kwijtraakt of zo, dan is dat zo moeilijk. Gewoon veilig met vuurwerk. Eet je niet te veel, eet je niet ziek aan de oliebollen. Raak niet te bezonken van de champagne. En al die shit bij elkaar. Later, doei. Achiel. Achiel. Ik zal het gewoon eens even op de Marokkaan. Ik denk dat ik dan wel betaal. Achiel, waarom? Voilà. Ik zeg gewoon op de dag. Kom en doe. Fuck al hard. Achiel, waarom? Ik zal maar. Ik weet niet wat je zegt. Kan iemand maar dat even vertellen? Fuck yeah.